Yo Nintendo fans, hebben jullie zin in een nieuwe Paper Mario video? Nou, dat komt goed uit, want daar heb ik ook zin in. In de vorige aflevering waren we in deze toren waar we de kleurpotlodenmeester hebben verslagen. En nu moeten we op zoek naar waar we naartoe kunnen. En ik heb op zich wel een idee. Er zaten allemaal tekeningen in deze toren, die zijn opeens allemaal weg. Kan ik inmiddels al met de lift of niet? Nee, oké. Nou, dan ga ik wel lekker met de trap. Oké, dit ging vrij snel. We zijn alweer beneden. En nu moeten we naar rechts toe. Oké. We moeten namelijk naar deze kabelbaan. Ja, het rode lint is weg. Helemaal mooi. De groene toad hier is bevrijd. We kunnen met hem gaan praten. Oh. Ik moet alleen wel even op blijven letten. Dat ik ook even de weg weer heel maak. Deze trap moet weer even gefixt worden. Moet even flink wat snippertjes opgooien. Nog meer? Jongen. Is het klaar? Oké, het is klaar. Yo! Toad! Eindelijk gered, dankjewel. Wat een ontknoping. Ik heb wel zin in een ritje. Willen jullie graag mee naar de Bonte Blaadjesberg? Ja, zeker. Want we hebben net natuurlijk het rode lint weggehaald. En nu gaan we het blauwe lint proberen weg te halen. Let's go! Super vet. Lekker chillen in een kabelbaantje. Oh, ja, Olivia die is ook super enthousiast over deze mooie, prachtige papieren bergen. Het uitzicht zo prachtig en die bergen. Trouwens, wie zit daar links onderin? We hebben nog een passagier bij ons. Wie is dat? Olivia, wie is er bij ons? Oké. ik weet niet of ik me heel veilig voel nu er een bom meegaat in dit kabelbaanwagentje. Die hebben een nogal explosief temperament namelijk. Waarom ben jij überhaupt hier? Hij zegt, nou, ik ben een babamp. En dat is alles wat ik nog weet. Ik kan me al een tijdje helemaal niets meer herinneren. Ik moet mijn geheugen ergens verloren hebben en daarom ben ik nu op reis om het terug te vinden. Wie weet herinner ik me dan wel weer waar ik vandaan kom, wat mijn doel in het leven is en dat soort dingen. Ik heb wel een beetje te doen met deze bom. Olivia heeft een geweldig idee. Die zegt, waarom reis je niet met ons mee? Misschien kunnen wij je helpen om je geheugen terug te krijgen. Oké, Olivia. Dus jij denkt dat dat een goed idee is. Hij wil ons geen bomblok aan het been zijn. Heel lief van jullie. Maar aan mij hebben jullie niet zoveel. Ik loop vast maar wat in de weg. We kunnen hem wel oppraten. Maar, Olivia is het er ook mee eens. Nou, oké. Nou, blijkbaar gaan we toch niet samen chillen. Of wel? Kijk hem. Hij kruipt steeds dichter naar Olivia toe. Hij wil al mee. Zie je? Hij vraagt of het nog steeds geldt. Of hij nog steeds met ons mee kan reizen. Nou, kom maar mee dan. We kunnen ook gewoon nee zeggen nu. Nou, weet je wat? Kom maar mee, vriend. Geen idee wat je gaat doen voor ons, maar let's go. Ja hoor, daar zijn we dan op de Bonte Blaadjesberg. Dit ziet er ook wel weer vet uit, hoor. Nice. Ja. De kabelbaanwagencar-ding is gearriveerd. En Bobomp is er gezellig bij. En we moeten dus dit blauwe lint wegzien te halen uit deze mooie rode wereld. Love it. Oké, kijk, hij loopt ook echt achter ons aan. Ik ben super benieuwd wat hij voor ons gaat betekenen. Waarom is hier zo'n vis aan het spartelen? Hallo? Oh, dit is zeker ook weer een toad. Ik dacht even dat het een vijand was, joh. Dit is zeekapitein Toad. Oh, vandaar dat je een vis was. Hij gaat zijn schip wat opknappen in de haven van Tooddorp. En we kunnen ahoy zeggen als we er zijn. Oh, cool. Dus ik denk dat dat onze volgende bestemming is. De haven in Tooddorp. Ik ben heel erg benieuwd waar hij ons naartoe gaat brengen. Waarschijnlijk naar het volgende lint. Hoppakee. En elke keer als je zo'n belletje in beeld ziet, dat betekent dat we een toad moeten bevrijden. Dat er een toad in de buurt is. Dat is een accessoire die je aan kan zetten. Heb ik in een van de vorige afleveringen gedaan. Dus als je dat nog niet gecheckt hebt, als je die aflevering nog niet gezien hebt, ga het zeker even checken. En vind je dit nou een leuke game, druk even op die abonneerknop en doe even je duimpje omhoog. Hè? Mag gewoon. Hoppakee. 600 muntjes of zo erbij. Heerlijk. Is het een toad? Sowieso. Er zitten zoveel toads in deze hele wereld. Dat is niet normaal. Je kan hier in het menu op de kaart ook zien hoeveel toads je hebt gered per gebied. Oeh, hier gingen we lekker in de graffiti gewelven. Daar hebben we bijna alles gedaan. Maar dat is dus leuk voor de mensen die deze game helemaal willen uitspelen. Om alle toads te zoeken. Superhandig hulpmiddeltje. Hier is er nog één. Let's go. Wat een fijne, toffe omgeving. Dit ziet er echt leuk uit. Is hier nog een toad? Ja, uit dit bloemetje? Nee, er moet er nog wel ergens eentje zijn, maar laten we maar gewoon snel doorgaan. Anders ben ik hier nog een half uur van alles en nog wat aan het zoeken. En we willen natuurlijk een beetje tempo houden in de video's. Dit is vast dat lint waar jullie het over hadden, zegt Bobomb. Het lijkt ergens links van hier vandaan te komen. Oh, Bobomb gaat alvast kijken. Oké, Bom. Tot straks. Olivia noemt hem Bomas. Nice. Oh, dat vindt hij niet leuk. Hij heet gewoon Bobomb. We mogen hem geen nicknames geven. Hey, moet je dit zien? Super Am. Wat is er? Ik zie niks. De rotsblokken zijn veel te groot om er overheen te springen. Zelfs voor een kerel als ik. Kan jij niet even exploderen of zo? Waarom loop je dan hier naartoe als we hier niet naartoe moeten? Oké,
Kan jij ons hier voorbij helpen, bommetje? Kan dat? Nee? Nee? Oké. Dan gaan we gewoon even hier naartoe. Oh, bom begint hem uit te dagen. Kijk nou uit, bom! Hij blijft uit de buurt van de vouwvechtjassen. Ja, dat lijkt me een goed plan. Laat het maar gewoon aan mij over. Hoppakee. Ondertussen zitten er al aardig wat toads op de tribune. Het ziet er goed uit. Dan moeten we alleen eventjes ervoor zorgen dat we nu al deze gasten even goed uitlijnen. Oké. Laten we kijken of dit goed gaat. Die bom is wel bij ons aan het chillen. Alsof die ons wil helpen. Waarom is die daar lekker aan het chillen? We hebben denk ik in ieder geval de spinies even genakt. Hoppakee. Die zijn weg. Oh, kijk. Hij gaat ons helpen. Oh, nice. We hebben echt een hulpje erbij. Wat vet. Hij helpt ons gewoon. Oh, dat vind ik cool. Super chill, bom. Hoppa. Maar dit is wel cool. Dat je gewoon ook van die hulpjes krijgt op je reis. Die je gewoon helpen in de battles. Nice. Thanks, bommetje. Zoveel enemies hier. Pak hem. Oké, de gevechten ga ik een klein beetje skippen. Omdat elk gevecht een klein beetje hetzelfde is. We gaan ons vooral lekker focussen op het verhaal natuurlijk. Hoppakee, en klaar. Hey, wat doen al die visjes hier? Heel dit water is uitgedroogd. Al die visjes gaan dood. Ik denk dat we hier echt wat water naartoe moeten brengen, jongens. Oh, snap. Die visjes willen met ons battelen. Hotsa. Ik heb nog niet met vissen gebatteld, volgens mij. Oké, dat zijn er best veel. Hatsa, dat zijn er hopelijk gelijk 4 minder. Yes. Oké, die hebben we ook. Pats. En die twee ook. Nice. Alleen die twee die blijven... Oh, wacht, hij blijft leven. En deze twee zijn er ook nog. Wat gaan jullie doen dan? Ik moet ook verdedigen. Ik vergeet altijd te verdedigen. Let's go. Hoppa. Oké, laten we even proberen om hier weer wat water in te brengen, jongens. Het ziet er allemaal niet goed uit. Ondertussen zijn Olivia en Bob om aan het discussiëren of dit wel of geen boot is. Olivia zegt van niet, omdat er geen water is. En Bob om die zegt, ja, maar hier moet gewoon water zijn, want dit is een meer. Wat is hier allemaal gaande? Het is inderdaad helemaal opgedroogd. Hoe gaan we dat doen? Waarschijnlijk is er ergens wel een watervalletje. En waarschijnlijk zit hier ook een toad in verstopt. Ja dus. Wat is er met dit aapje aan de hand? Yo monkey, what you doing? Oh, oké, doei. Dag aapje. Die komen we vast strakjes nog een keer tegen. Dit zijn blikken en op deze blikken staat Nienot. Maar als je dat omdraait, dan staat er natuurlijk tonijn, Olivia. Ja, precies. Er staat natuurlijk tonijn. Oké, let's go. Bom gaat er weer vandoor. Wat zie je nou weer, vriend? Wat zie je nou? Oh, oké. Dit is wel een mooi paleisie. Dit ziet er wel echt even heel vet uit, inderdaad. Dat is een mooi paleis. Het lijkt wel zo'n Grieks tempel of zo. Is dit een soort van waterheiligdom? Dit is misschien wel het heiligdom van de waterorigant. Ja, dat denk ik ook. Laten we daar naartoe gaan. Kan ik... Hoe kom ik daar? Kan ik hier... Nee, oké. Kan ik hier nu wel naar beneden? Ik kon hier net niet naartoe. Ja, nu kan ik hier wel naartoe. Wat ziet jij nou weer? Een tovercirkel. Ja, en dan moeten we natuurlijk de waterorigant krachten hebben. Dan kunnen we hier daadwerkelijk iets mee gaan doen. En dan kunnen we dit meer natuurlijk gaan vullen, jongens. Dus ja, op naar die tempel. En hoe kom ik bij dat kistje daar zo? Kan ik achter de trap langs? Ja? Ja hoor. We hebben een herfstbladeren miniatuur, ja. Oh, wat is dit? Is het drijfzand? Oh, dit is gras. Oh, oké. Dit is gewoon hoog gras. Ja, laten we bij elkaar in de buurt blijven. Ergens is hier trouwens ook een toad. Hallo? Toad! Waar ben je? Ben je daar? Zit je hieronder? Nee? Oké, ik kan blijkbaar nog hier naartoe. Oh, oké, nu zijn we ergens ondergevallen. Hier is wel een toad. Kom maar, toad! Eindelijk gered. Dat was hij zo stilletjes in mijn eentje. Dus dit is voor jou als dank voor je hulp. Dankjewel voor je hartje. Oh, nice. Dan hebben we weer 5 HP erbij. Super cool. Dus nu hebben we 75 HP. Dus als je dit spel speelt, ga deze ook pakken. Want dan heb je lekker HP erbij. Dat wil je. Hier is ergens ook weer een toad verstopt. Ja, die kan ik toch onmogelijk vinden, joh. Ik ga nu even geen moeite doen om die toads te vinden, hoor. Ze zitten ongetwijfeld hier ergens in het gras. Oh, wow, heb ik hem? Ik zat gewoon random wat te slaan, maar blijkbaar hebben we hem alsnog gevonden. Nice. Oh, oké. Ik ben nu hier naartoe gelopen. Ik heb deze vuurbloem gepakt. Blijkbaar kon je hier doorheen. Ja, top. Waar moeten we... Oh, moeten we hier naartoe? Ja, kijk, we moeten hier naartoe. We hebben het gehaald! Al die grassprietjes kriebelden wel heel erg. Dat kietelde zo. Ik was de hele tijd aan het giechelen. Ja, we zijn bijna bij de tempel, maar nog niet helemaal. Waar is Bom? Waar is Bom? Bobom, waar ben je nou? Oh nee. Hij is kwijt. Nou, het was gezellig, Bobom. Eens even kijken wat we hier allemaal gaan doen. We gaan in ieder geval dit gat eens even vullen. Nog een klein beetje. Nog meer? Serieus? Hoeveel moet ik hier opgooien, man? En dat alles voor een bord. Wat staat hierop?
Oh, dit... Oké. Rechtdoor is het heiligdom van de waterorigant en rechtsaf is het kastanjevallei. Nou, laten we maar gewoon rechtdoor gaan richting de waterorigant. Hoppa. Wat denk jij? Jij komt mij aanvallen? Ik denk het niet, vriend. Nee, dat bedoel ik. Wegwezen, jongen. Wegwezen. Laten we nog even kijken wat hier is. Dit ziet eruit als een tootvormige ingang of zo van iets. Is dit een huisje? Hier kan je serieus in. Wat is dit? Yo. Wat is er met jou aan de hand, vriend? Hoppa. Eindelijk. Heel erg bedankt, Mario. Ik dacht dat ik hier voor altijd vast zou zitten. Het Sensor Laboratorium heeft een nieuwe satellietkantoor. De vestiging Bonte Blaadjesberg is nu open. We hebben geavanceerde sensortechnologie ontwikkeld om avonturiers zoals jij te helpen. Maar ik heb zelf niet echt iets voor je. Ik weet zeker dat de hoofdonderzoek iets nuttigs heeft. Ik zou zeker bij hem langs gaan. Het is heel makkelijk om naar het Sensor Laboratorium te gaan. Maak je klaar voor een staartje super geavanceerde technologie. We hebben dit faxreissysteem ontwikkeld om mensen snel van de ene naar de andere locatie te sturen. En hiermee kun je in een oogwenk van dit satellietkantoor naar het Sensor Laboratorium. Hé, laten we reizen, joh. Laten we reizen. Mario gaat even in de fax. Hallo? Ik ben er. Wat kan ik hier doen? Hallo, Toad? Yo, sensationeel. Je hebt me gevonden, Mario. Dit is perfect. En nu heb ik eindelijk een geschikte tester gevonden. Ik ben de hoofdonderzoeker en we ontwikkelen technologie waarmee je dingen kunt waarnemen die normaal gesproken lastig te zien zijn. Oké, klinkt interessant. We hebben hier een toadvinder. Met dit juweeltje kun je verborgen toads opsporen zonder ook maar een kreuk in je vouwen te krijgen. Oh, dat is lekker. Dus die leidt me daadwerkelijk naar een toad toe. Laten we even testen hoe dit werkt. Kijk, we hebben nu een apparaat op mijn hoofd. En hoe dichter je bij een verborgen toad komt, hoe sterker die reageert. Dan voel je dus je controle trillen. Oh, en hij verbruikt ook nog stroom. Oké, hoe komen we aan stroom dan? Let's go. Hier zit geen toad. Hier zit wel een toad. Ja, kijk, zo simpel is het. Oh, wacht even. Het wordt nog iets moeilijker. Ja, hier zit sowieso een toad. Kijk, die konden we al zien sowieso. Onder die steen zit niks. Eens even kijken. Hij zit niet hier. Hij zit ook niet onder dit bosje. Hij ligt hier tussen. Yo! Oh, snap. Oké, we hebben nog een test. Dit is dus zo'n test als dat we in het level net waren. We moeten denk ik deze kant op. Hier ergens. Ja. Zit hij hier? Ja hoor. Ja hoor. Lekker. Oh, we moeten er nog één zoeken. Ja, die zit hier. Ja, hoppa. Oh, nog één? Serieus? Oké, die zit hier ergens. Ja, hoppakee. Nice. Ja, dit is wel handig als je op een gegeven moment dus alle toads wil gaan vinden die er in de game zitten. Hoppakee. We hebben de toadvinder binnen. Nice. Ja, en als je dus geen stroom meer hebt, dan kan je het volgens mij hier zo opladen bij het sensorapparaat. Maar laten we nu gewoon lekker teruggaan. Oh, en dan moet ik niet door de buis. Nee, dan moet ik door de fax. Oké, doei. Was gezellig. Bedankt voor je apparaatje. Mazzel. Yo, daar ben ik weer. Tot de volgende keer. Dag. Nou, dit was wel handig om dit nog even tussendoor te doen. Want op deze manier kan je dus heel makkelijk toads vinden in de wereld. Als je bepaalde toads nog mist in een bepaald gebiedje. Dus dat is best wel chill. Hotza. Ontwijk hem. Hotza. Die ontwijken we ook. Nice. Pakken we dit blokkie. En hoe halen we deze weg? Het heeft waarschijnlijk te maken met dat rotsblok daarboven. Dan ga ik even hierin. En dan zijn we hier. En dan moet ik deze waarschijnlijk... Ja, kijk, naar beneden plempen. Dan ga ik er zo achteraan. Hoppakee, ja. En daar is die. Kijk, hij ligt lekker te chillen daar zo. Hey, mazzel hè, Toad. Ja, dit is wel een mooi watertje trouwens, jongens. Dit ziet er wel aardig mooi uit. Oh, kijk, hier is ook nog een schuimpad naar boven. Ja, kijk, daar is een buis. En daarachter is ook nog een schat. Laten we eerst die schat eens even pakken. Wat ze flats. Een snipperzak miniatuur. Yay! Hier hangt een toad in die boom. Ja hoor. Oh, dat apparaat wat we net hebben gekregen, die kan je ook uitzetten met de i-knop. Dus dat is wel handig als je even batterij wil besparen. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd waar ik uitkom als ik hierin ga. Kijk, dan kom je dus hier uit. Kan ik die libellen uit de lucht pakken? Kijk, hoppakee. Nou kan ik mezelf dus hier op het dak laten vallen. Nou, weet je wat, laten we dat gewoon doen. Dan gaan we hier naartoe, dan gaan we hier, dan gaan we dit doen. Ja, oké. Dan kan ik mijn vouwarmen gebruiken. Kan ik in ieder geval dit beestje eens even zo hoppakee eraf slaan. En dat is natuurlijk ook weer een toad. Ga je klimmen? Wat doet dat aapje trouwens daar? Dat aapje dat springt ook steeds weg. Kijk, we zouden nu even de toadvinder kunnen gaan gebruiken. Om even op zoek te gaan naar die toad. Volgens mij zit hij hier ergens in de buurt. Ja, hij zit hier ergens in de buurt. Hallo? Is die daar? Ja, daar is die. Kijk, hoppa. En zo vind je dus makkelijker toads. Dan zetten we hem nu ook weer uit. En dan gaan we door. Dan gaan we nu richting de tempel. Daar aan de andere kant van de brug. Go, 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 go.
Oh, wow, er is weer een toad aangespoeld. Ja hoor. Er was weer een toad aangespoeld in een visworm. Oké, let's go. Kunnen we hier gewoon naar binnen? Het heiligdom van de waterhorigant. Ik sta te popelen om te ontmoeten. Kom, dat ziet eruit als de ingang. Maar hoe komen we hier binnen? We hebben onze mattie nodig. Olivia, kan jij op die andere gaan staan? Nee, dat lukt er niet, want ze zweeft. Waar is Bolpie? Waar is Bobom? Potverdorie. We hebben hem gewoon nodig. Shit. Nu moeten we alsnog Bob gaan zoeken. Ja, zou het kunnen dat hij gewoon in het bos zit? Bobby, dude, waar ben je? Heb je hier ergens gestopt in het gras of wat? Oh, wacht, hier is nog een muntje. Oh, wacht, hier zijn we nog helemaal niet geweest. Of wel? Ik weet niet meer. Zit hij hier? Bobby! Bobby, je bent hier! Kijk hem nou chillen hier, man! Gast, je zou ons toch helpen? En wat doet die shy guy hier met zijn gitaartje? Nou, ze willen een feestje gaan houden. Nou goed, laten we een feestje houden. Een blikfestijn. Top. Top, helemaal top. Maar daarna gaan we naar de waterorigant, hè? Oh, is het feestje al voorbij? Oké, het feestje is al voorbij. Jonge Bobby. Wil je me niet meer in de steek laten, vriend? Kijk, nu is die erbij. Helemaal goed. Bob, kom op. We gaan naar de tempel. Oh. Oké, pak hem, Bob. Pak hem. Goed zo, doe maar stoer. Oh, nee. Nee. Nou is die weer weg. Gast, wat doe jij? Waarom doe jij dat? Doe niet zo stoer. Hoppakee. Klap hem. Oké, ik ben te ongeduldig. Hoppakee. Maar hij is naar beneden gedonderd. Nu ligt hij dus wel in dat bos. Nou, in dat geval ga ik hier maar even uitrusten op dit bankie. En dan gaan we in de volgende aflevering maar weer eens kijken waar Bobomb nou weer te vinden is. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!